gaan liggen. We hebben weer heerlijk weer. Dat is natuurlijk mooi nieuws. Het heeft ons dus wel een tent gekost. Of nou ja, niet de tent, maar... Ja, goed, we gaan het er gewoon niet meer over hebben. Het weer is weer goed. Dus dat is super fijn. Ik ga nu naar Malaga. Maarten natuurlijk ook, die gaat mee. Maar dat komt omdat mijn vader hier is. Dus dat is echt super leuk. Die komt een paar dagen naar Spanje. En die komt kijken hier hoe we hier zitten. En we gaan eerst even naar Malaga. Dan hier, dan Granada. Dus dat is echt heel erg leuk. Daar heb ik heel veel zin in. Dus ik ben heel blij dat het weer daar ook lekker voor opgeknapt is. Dus we gaan maar eens mee naar beneden. Jij bent hier. Ik ben hier. Leuk hè? Ja. Mag ik weer wel niet hoesten? Nee, vind ik irritant. Ik vind ook irritant. Maar je bent er wel. Ik ben er. Yay. Slecht verhaal. Ja, jij bent de vlogster. Ja, maar ik dacht dat jij zegt wel even iets leuks dat je er bent. Ja, ik ben dus net aangekomen in Spanje. En we hebben lekker gesmikkeld in de stad. Ik had de bosse haas. En nu gaan we terug naar ons appartementje. Dan gaan we lekker tukje doen. En dan gaan we morgen naar het strand, waar ik mijn zakje vol met zand mag halen. Eindelijk. Dat is een veel beter verhaal. Ik ben dit aan het editen en ik... Ik zie dat ik niet echt een goede beschrijving heb gegeven van die dagen. Maar papa en Angelique waren er. Het was echt super, super, super leuk. We zijn eerst een paar dagen in Malaga geweest. Daar waren ze nog nooit geweest. Ze hadden ze ook een keer kunnen zien waar wij het al over hebben. Toen zijn ze hier boven naar de berg gekomen. Hebben hier alles laten zien. Echt zelf met elkaar een middag gehad. Dus ik ben ook super dankbaar dat dat dan gewoon kan. Met z'n allen was ook heel gezellig. En daarna zijn we nog even naar Granada geweest. Onder andere naar het Alhambra. En toen zijn ze weer teruggevlogen. Maar het was echt ontzettend leuk dat ze er waren. Ik ben heel blij dat ze een keer hebben kunnen zien waar wij wonen. En gewoon een wat beter beeld hebben van... als ik ergens over praat. Dat ze dan ook een beetje weten wat het is. Dus dat wilde ik nog even toevoegen. En dan gaan we nu weer lekker verder. Don't mind de enorme rotzooi op de achtergrond. Oké, doei. Hallo. We gaan vandaag hout sprokkelen. En Meng is er ook bij. Ben zit op de quad. Maar we gaan dus de berg in om hout te sprokkelen. Dan gaan we met de hillux. Die. En met de quad. En met de quad kunnen we dan dingen... naar ons toe trekken en in de hillux kunnen we dan alles gooien en hebben we daar nog meer hout. Want mama is een beetje spastisch de hele tijd over al het hout. Dus hier lag al een hele lading die we hebben gekregen. Die ligt nou daar helemaal opgestapeld tegen de zijkant aan. Maar we hebben nog meer nodig. Dus we gaan nog meer gaan sprokkelen. Hij is eigenlijk al een beetje.
zoals jullie ondertussen al hebben meegekregen, hebben we een puppy. Super schattig, super lief. Ze doen het ook heel goed. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb een beetje kleine oogjes, want ik slaap bij de puppy. En ja, zet de baby. Stuart heeft het wakker 's nachts. Dus ik heb al 2 nachten niet echt geslapen. Maar het is wel heel lief. Bente en Meng zijn nu even daarboven het puppy passen. En ik ga eventjes helpen bij de tent. Want ja, jullie hebben gezien, die is niet meer levend. Dus die zijn we aan het afbreken. Dus ja, gaan we doen. Op Boeba zo. Ja. Met ons lopen is al beloning genoeg. Ja, ze begint al een beetje te hijgen. Goed zo. We zijn lekker aan het wandelen. Met Boeba. Het is dag 3 vandaag. En ze doet het super goed. Kijk, ze kan al zonder lijn lopen. Want ze volgt ons gewoon. En ze is lekker over aan het snuffelen. Hè? Kom jij zeggen tegen de vlog? Ja, doe maar. Hè. Doe maar. Goed zo. Rustig lopen. Precies teruglopen. Er komt een tongetje naar buiten. Ja, een beetje zwaar is het wel zo, hè? Kom maar. De hele dag. Oh. Oh, tak. Oh, tak. Die tak. Mag ik tak? Mag wel. Mag maar tak. Mag maar tak. Ja, maar. Deze dag. Dat is een brokkelbaardje. Weet je? Hij wil alleen bijten. Hij zit liever een heel klein takje. Ja, ja, ik kan het zeggen. Hij is misschien te groot. Nou, dat is een beetje triest. Het beeld hoe dit eruit ziet. Maar hij is nu ook helemaal aan die kant ingestort. Wat niet erg is, want we hebben alle doeken eruit gehaald en zo. Maar ja, het is ook niet bepaald leuk om te zien natuurlijk. Het is heel druilerig hier. Maar we hebben wel een hondje. Hoi Boeba. Hoi Boeba. Hoi liefje. Hoi liefje. Wat heb je daar gevonden? Oh. Ik hoop dat dat gewoon modder is en niet poep of zo, want dat vind ik gewoon. Maar ze is ingestort. Helemaal. Maar ja. Komt goed, we gaan hem gewoon afbreken en opnieuw opbouwen. Maakt niet uit. We zijn in ieder geval even de pup het land aan het laten zien, want ze leert steeds een stukje bij. En het is ook wel heel schattig, want ze leert dus ook steeds beter de weg naar huis. Dus dan op een gegeven moment is ze er klaar mee. Dan rent ze naar huis. Maar ja, ze kan ook steeds wat verder lopen. Dus dat is heel leuk. En verder ja, zijn het dus een beetje truiderige dagen. Dus we doen op dit moment niet. Oh. Heel erg veel. Maar ja, puppy opvoeden is ook zeer belangrijk en nodig. Oh.